24 jongeren van nu keren terug in de tijd en komen terecht in een internaat uit de jaren 50. U hebt waarschijnlijk nog niet half door waar u nu aan begonnen bent. Zonder gsm, computers of televisie. Ik vind de jaren 50 echt niks van mij. Geef mij maar 2006. Afstand! 3 weken lang de ijzeren discipline van een streng college. Kijk hier eens, wat dat hier allemaal uit kan. Tucht heerst met harde hand. Voilà, de deuren. Hey, zet recht. Wat dan met dat? Jij moet normaal doen en je moet je gedragen zoals dat moet. 7 dagen op 7, zonder luxe of comfort. Waf, je stinkt gelijk de pest. Met een minimum aan hygiëne. En wel heel sobere maaltijden. Nee, vaak, sorry. Jeugd van tegenwoordig. Het internaat. Ik word zat. Ik wil gewoon naar huis. Vorige week, na een zware straf, besluit Dominique zijn leven te beteren. Ik had u graag mijn excuses komen aanbieden. En Geoffrey volgt al snel het voorbeeld van zijn goede vriend. Ik bied mijn excuses aan meneer voor mijn slecht gedrag de afgelopen dagen. Lies heeft geluk en mag tijdens het eerste weekend op Sint-Victor naar huis. En ook de rest mag de teugels even laten vieren. Is dat gezond? Maandag 6:00 ochtends. Het weekend is voorbij en dat zullen de meisjes geweten hebben. Goedemorgen, meisjes. Van Kalster, uw bed uit! Oké, en doe die nachtkleed dicht. Grote snelheid uit uw bed. Wat? Hij is direct wakker. Hij is een klapper met zo van die 2 houten dingen. En we waren van plan om dat los te schroeven, dat dat zo traf ging. En dat ze zo bij het flippen en zo. Wat? Maar dat zijn we dus niet van plan, want we hebben materiaal nu. De zuster is vast van plan om de vijs stevig aan te draaien vandaag. Zeg, heb je dat afgetrokken? Nee, zuster. Als ik zeg volledig aftrekken, is dat volledig. Voilà. Op zo'n moment denk ik dan van, oh, laat mij gewoon naar huis gaan. Ik wil er niet meer zijn. Ik werd echt ambetant, dus. Vooral Lies heeft het na een weekend thuis lastig om zich aan te passen aan de ijzeren discipline van het internaat. Ik word echt lekker zwak. Ik wil terug naar huis. Ik weet niet, ik kom thuis uitslapen en zo. Hier echt niks of zo. Je komt hier kei blij aan en ineens... Oké, dan. Teruggesloten, terug stilletjes. Ja. Goedemorgen, heren. Meneer Gloris, kunt u de gordijnen meteen openschuiven? Dominique doet zonder tegenpruttelen wat van hem gevraagd wordt. Hij heeft zich immers voorgenomen om niet langer te rebelleren. En ook Geoffrey is tot inkeer gekomen. Gisteren moest ik 8 uur schrijven of zo. Maar we gaan maar. Zou ik braaf zijn? Als het er toch geen zin heeft. Als we ze blijven leggen. Hij bent toch altijd. Iedereen loopt netjes in de pas. Maar voor Dominique blijft dat een hele opgave. Hallo, ik ben Brian en dit is mijn familie. Brian is dus echt iemand met een peperkoeken hartje. Je mocht hem alles vragen. Als je hem de tijd geeft, doet hem alles wat het hem kan. Ik ben ook missenaar. Ik weet dat er mensen naar de kerk gaan en dat ik een buitenbeentje ben omdat ik missenaar ben. Maar ik vind het belangrijk om een goed mens te zijn, omdat je dan toch verder raakt in je leven. Ik heb het gevoel dat ik te goed ben voor deze wereld, want ik heb zo'n mensen nodig. Contre une tyrannie monstrueuse. Monsterlijk, dat is ook hoe de leerlingen hun maandag ervaren. I don't like money, tell me why. I don't like
the holiday down. En vooral Lies heeft de maandagblues zwaar te pakken. Ik heb altijd een bad day en deze met een bad day. Oh nee, maar ik wil echt naar huis. En dan geef ik me nu zeker dat ik weet dat iedereen van mijn vriendinnen daar aan de high street gaan feesten. En ik moet hier om 10 uur in mijn fucking bed liggen. En de rest van de dag belooft er niet beter op te worden. Er staat ook nog een dodelijk saaie les godsdienst op het programma. In naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Geef ons Heer ons dagelijks brood. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ga zitten. Joffrey doet zijn best om braaf te zijn, maar wordt meteen geviseerd. Was je voorbereiding? Ik weet. Ik had die gemaakt in de studie. En vertel eens waar het over ging. Over God. Over God. En waar zijn je notities van de vorige les? Die zijn ook kwijt. Maar dat is geen plan. Je hebt nogthans wel je schriftje. Ben je een feitsman? Ja. Je mag naar de directeur gaan. Huh? Je mag gaan uitleggen dat je in mijn les zit zonder notities van de vorige les. Wel met je boekje van godsdienst, dus dat je niet genoteerd hebt. En dat je je voorbereiding aan mij niet kan laten zien. Ik heb wel genoteerd hoor, kijk maar. In de vorige les heb je niet genoteerd. Dit is de vorige les. Vertrek. Maar ik heb niks gedaan. Vertrek, feitsma. Maak het niet erger dan het al is. Onmiddellijk naar de directeur zijn bureau. Pas na het vertrek van Joffrey kan de les in alle ernst beginnen. Het is zo dat wij als mens onophoudelijk onze verbeelding willen gebruiken bij een bewijsvoering. Bewijsvoering was een belangrijk onderdeel van de godsdienstlessen in de jaren 50. De lessen waren dikwijls toegespitst op filosofische kwesties als het godsbewijs. We moeten daarentegen overschakelen op de loutere reden. En redelijkheid, dat is ook waar Joffrey op hoopt. Meneer Feitsma. Ik moet komen van de godsdienstwereld. Het begint erop te lijken, meneer, dat u de vliegende Hollander bent. Nu, meneer Feitsma, ik had min of meer de illusie dat u tot inkeer zou komen. Maar spijtig genoeg moet ik u mededelen dat u mij weer teleurstelt. De directeur wil Joffrey doen plooien met een variant op zijn favoriete straf. Joffrey moet 2 zware boeken omhoog houden. Maar als hij dat niet lang genoeg volhoudt, verspeelt hij al zijn vrije tijd. Armen horizontaal naast het lichaam. U krijgt van mij 5 minuten om de oefening vol te houden, alsjeblieft. En we gaan dat correct timen. En ook in de godsdienstles is het wachten tot de tijd verstreken is. Het niet noodzakelijke is ontstaan uit een wezen dat onveroorzaakt en niet ontstaan is. Maar ik snap nog de zak van die Deggersen. Dat is dus ongelooflijk, hè. Onbepaald Sila hun erachter. Dus uit een absoluut noodzakelijk wezen. En dan kunnen we beter komen bij het godsbewijs. Het godsbewijs is nu het minste van Joffrey's zorgen. Iets hoger, meneer Feitsma. Horizontaal, nog een halve minuut. Hogerop. 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 Dat is ook waar de leerlingen inspiratie zoeken of toch proberen. Een veroorzaakt ontstaan dat niet noodzakelijk is, eist correlatief een onveroorzaakt bestaan op dat noodzakelijk is om eruit te kunnen ontstaan. Noteer, juffrouw Hendricks. Hoe zult jij God anders vinden? Het heelal is veroorzaakt door een absoluut noodzakelijk wezen. Oh nee, het is zo saai. Ik kan echt zo mijn ogen openhouden. Joffrey daarentegen is klaar wakker. Hij wil niet falen, want al zijn vrije tijd staat op het spel. Een volgende keer, jongeman, wanneer u terug hier verschijnt, dan zal de straf zwaarder zijn en verleggen we
de periode met de boeken tot 6 minuten. 4, 3, 2, 1. Afgelopen. Ik zit dus eigenlijk helemaal vastgeroest in die straf overal. Overal als er iets gebeurt, dan moet ik wel naar buiten of zo. Ik krijg echt heel snel straf. Terwijl ik sorry of zo heb gezegd. En dan blijven die gewoon doorgaan over wat ik gisteren heb gedaan. Ik kan eigenlijk geen kant meer op. En op het einde van de godsdienstles zijn er nog die in nauwe schoentjes komen te staan. Wat moest dat doorgegeven worden, meneer Kassiman? Van wie heb je dat gekregen? Van mevrouw Van Kalster. En wat stelt het voor, meneer Kassiman? Leraar. Welke leraar? Meneer Van Wiskunde. Maar over de ware auteur van de karikatuur heerst blijkbaar nog onduidelijkheid. En hoe zit de vork aan de steel? Meneer Kassiman, jij zegt ik heb het getekend en zij zegt ik heb het getekend. Ik heb het getekend, maar... Is dat? Ja. Meneer Kassiman. Ja, meneer. Waarom zeg je dan tegen mij dat jij het getekend hebt? Ah, ik wou wel redden, meneer. Wat wilde je? Ik wou wel redden, meneer. We waren fel redden. Mag je tekening aan mij geven? En vond u dit een geslaagde tekening? Het is een karikatuur, meneer. Dat lijkt mij ook, ja. Lijkt nergens op. Zal ik jullie het samen tot bij de directeur moeten sturen? Ga maar binnen. Leerlingen die mijn lerarenkorps belachelijk maken, zulke leerlingen lust ik rauw. Een leerling die zich daarmee bezighoudt, is voor mij de verpersoonlijking van een steenzweer. Een etter. Zo eenvoudig is dat. De personalisering van een galsteen, meneer Kassiman. En dan zou ik nu zeer graag hebben dat u zich neerzet aan mijn lessenaartje achter u. De directeur heeft voor Aris en Jonathan een bijzondere opdracht bedacht. Ook Geoffrey en Dominique moeten door hen vereeuwigd worden. Als ik een karikatuur van de directeur zou tekenen, zou dat waarschijnlijk zo een vierde van mijn blad nemen. Dat is een kleine baviaan. Dat is een baas. Hij is zelf een baap, ja. Het zinnetje zo, bedankt voor de musee. Zometeen, de bekendmaking van de klasverantwoordelijke zorgt voor verdeeldheid. Ga hier kaart risico, ik zie het zo voor mij. Steven wordt gepest en Aris knapt tijdens de turnles. Ik heb mijn los! Ik heb mijn los! Jongens en meisjes, dit is een zeer belangrijk moment. Morgen zal ik samen met het lerarenkorps 2 klasverantwoordelijken kiezen. Het spreekt voor zich dat niet iedereen in aanmerking zal komen voor deze belangrijke functie. Maar ze zullen dan ook beloond worden. Bijvoorbeeld lekker eten, elke dag een proper hemd, de mogelijkheid om meermaals per week te douchen of te baden. Morgenmiddag maken wij bekend wie de gelukkigen zullen zijn. Jullie mogen nu recht staan. Tijdens de jaren 50 waren klasverantwoordelijke bondgenoten van het lerarenkorps. Zij werden geacht te klikken en stonden ook in voor de tucht en de orde. Tim heeft dat alvast goed begrepen. Witte, dat gaat ook. Hij heeft ook alleen maar de toffe dingen gezegd van klasverantwoordelijk. Maar als er iets uitgestoken wordt, dan gaat hij wel naar u komen. En wie heeft het geweest? En dan staat hij daar, hè.
En dan zo van die dingen, dat gaan ze ook allemaal, dat gaat hij ook allemaal flikken. Hè? Ook bij de andere leerlingen zijn de voor- en nadelen van de functie gespreksonderwerp nummer 1. Aan de ene kant zou ik dat wel leuk vinden, omdat je moest je haar dan direct wassen. Dus. Maar allee, dat is toch niet leuk dan voor de rest? Als jij dan je haar mocht wassen, ja, en de rest moet dan zitten met een fitje. Maar dat doe je met absoluut niks voor aan. Dat is de beste ieren. Dat je dat niet doet, waarom ik meestinken met de anderen om solidair te zijn. Niks van dus. En Lies heeft zo haar eigen kijk op de functie van klasverantwoordelijke. En als ik dat moet worden, dan zou ik echt iedereen 5 keer per week laten douchen of zo. Alhoewel, 7. 7 op 7. Wauw, is echt. En uw haar mogen wassen. Want... Dat hoop ik dat jij hoort. En alcohol. We hebben alcohol mogen. En pak maar ook op sigaretten. Nee, dat mag toch niet. Maar we zouden toch voor kunnen gaan. Maribo. Genever. Dat zou het minste wat ze voor ons kunnen doen, hè? We gaan nu naar de slaapzaal. En boven laat Romy alvast blijken dat ze over alle capaciteiten beschikt om het tot klasverantwoordelijke te schoppen. Jij wassen met zo weinig water misschien, mevrouw. Jullie wassen met droog water, Romy. Kom aan, wassen. Je hebt zo'n mensen die je moet en die je niet moet. En bijvoorbeeld Safi, die moet ik hard, want dat is een keigoeie vriendin van mij. Maar helaas voor Romy, dat is zo een volksmens. Je hebt zo van die schijnheilige tikken, hè, en dat is er zo één. Vandaag worden de klasverantwoordelijken bekendgemaakt. Bij de meisjes wordt druk gespeculeerd. Wilt jij klasverantwoordelijke worden? Ja, maar gewoon om mij elke dag te douchen. Ja, ik ook. Maar ik zou Sarah het wel gunnen. Omdat ja. Die is altijd braaf. Allee, dat is wel een lieve tegen iedereen en zo. Sarah, hij zult zijn pijs. Van klasverantwoordelijke. Maar dat is gewoon omdat ik de braafste ben van allemaal. Later op de dag worden de leerlingen ontboden in de studiezaal. Na lang wikken en wegen heeft de directeur een beslissing genomen. Het is een eer en een voorrecht om hier in onze school deze functie te mogen bekleden. Velen hebben misschien schrik voor de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan. En terecht. Dit is niets voor zwakkelingen. De druk op de schouders van deze mensen zal groot zijn. In nauw overleg met mijn lerarenkorps werden na rijp beraad dus 2 leerlingen gepromoveerd tot klasverantwoordelijke. Voor de meisjes werd unaniem gekozen voor juffrouw Romy Herman. Proficiat, juffrouw, sta even recht. De klasverantwoordelijke voor de jongens wordt meneer Tim van der Bouwede. Proficiat. Na de ceremonie protocolair nemen Tim en Romy hun nieuwe functie eerder laconiek op. Ga jij grappig doen, hè, meneer Gloris? Gaan we zo beginnen? Ja, dat is... Jij kent mijn status toch nu? Ja, dat is eigenlijk zo zegt, koeieneren. Wat, hè? Nee. Mijn schoenen niet kuisen. Zijn elkaar op gaan verklikken? Als hij ons verlaat, dan gaan we gewoon slaan. Met de hockeystick. Als u niets uithalen, gaat jij het dan zeggen? Allee!
steken zijn kop in het wc. Ja, dat is gewoon dat, alleen zijn kop in het wc, maar niet slaan. Wat? Maar gaan die zo teleurgesteld zijn nu? Net in de bom. Wat? Gaan die toch zo teleurgesteld zijn? En nu toch ook? Ja, dan binden we die vast aan met duct tape aan zijn bed en dan slagen die met zeep. Ja. Nee, dat gaan we toch niet doen. Gaan hij dat doen? Met de meisjes? Of s'avonds zo. S'avonds gewoon schoen smeren op die smeren. Zo op zijn kop. Maar ik ga gewoon, witte. We zien dat er niet te ruige dingen gebeuren. Ja, maar Tim, ja. Ja. Tim is dus een grote nerd. En ook Romy kan niet op ieders onverdeelde sympathie rekenen. Iedereen behalve dat mensen. Tien meisjes. Van tien meisjes. Ik bedoel, waarom? Zij moeten mensen gaan verharen. En ik hoor dat nu al. En, hebben ze plantjes? Nee, maar nee, absoluut niet. Absoluut niet. Die is toch zo fake. Maar ja, het is toch waar, jongen. Ha. Hij is van, meneer de directeur. Je neemt van, die heeft het gedaan. Ja, dat zijn gewoon de toiletten. Ga hier keihard risico, ik zie het zo voor mij. Ja, ga hier echt keihard risico. Dat is al langer risico. Tijdens de dagelijkse middagstudie heeft de leraar Nederlands een kleine verrassing in petto. Ik ga even naar mijn studiekamer, maar ik reken erop dat het stil blijft. Stilte en orde, dat zijn zaken waar de klasverantwoordelijken op moeten toezien. Voor Tim en Romy is dit de eerste test. Momenteel is er nog geen indruk omdat er ook een examenstelling is moeten gebeuren. Het is ook niet de bedoeling dat ze klasverantwoordelijke speciaal gaan moeilijk maken of zo. Allee. Maar dat is buiten Geoffrey en Dominique gerekend. Een beetje te laat. Wil je aangesproken? Nee. Kijk dan voor je. Ik zou met even wat ook gegooid hebben, ook was, hoewel was het klas. Oké, grappig. Staan als men wilt staan of men wilt kwetsen. Dat is niet meer grappig. Steven, hij stopt. Steven, hij stopt. Ik kan daar niet aan doen. Niemand zeggen. Ja, maar niemand zeggen. Ik wil dat blijven zeggen, maar dat dringt niet door. Weet je? Laat die gewoon doen. Ja, voilà. Je moet daar niet aan meedoen. Nee, die houden nooit op. Die houden nooit op. Ja, maar die gaan nooit op. Als die weg zijn. Uiteindelijk keert de rust terug. Maar voor Tim is de zaak nog lang niet gesloten. Het is goed dat je daar spijt van hebt, maar ik wil ook dat je, doordat je nu spijt van hebt, dat je er ook lessen in trekt, dat je dat mijn volgende keer niet meer lapt, oké? Kijk, ze kunnen daar ook niet aan doen, hè, dat dat niet doordringt, maar ja, het zal wel nog direct hier hebben beloofd als er nog iets ging gebeuren, dat ze buiten liggen. En, ze zijn vastberaden om zo snel mogelijk iets te laten gebeuren. Dus, kom, misschien ook. Ik wist niet dat we moeten zien. Lichamelijke opvoeding was in de jaren 50 vaak op militaire leest geschoeid. Vandaag leren de meisjes marcheren. En dat vergt veel training. We gaan er een paar oefeningen voor doen. Heel klein. Ja, het ziet er misschien lachwekkend uit. Ja? Ja, kijk. Houding als volgt. Hielen samen. Ja. Fixe houding. Buik intrekken. Rechte rug. We kijken voor ons. En kijk nu naar mij. Bilspieren toe. Daar moet een briefje tussen zitten. Dat. Zo wil ik iedereen zien marcheren. Oké, okay. Is goed. Ik hoop dat je voelt wat ik verlang. Maar dat gevoel is Aris totaal vreemd. Weer op dezelfde natuurlijk. Hey, je bent hier niet op een catwalk bezig, hè? 1, 2, 3. Ja, niet slecht. Behalve mevrouw Van Kals. Halve draai naar links. 1, 2.
En links. In. Houding. Rust. Ik kan eigenlijk niet zo goed eten, al militair gedoe zo. Ik vind dat maar zo. En dat laat Aris ook merken, tot grote ergernis van de gymnastiekleraar. Zoals je bezig bent, behoort je niet bij de uitverkoren, hè, mevrouw? Ja, ik kan u niet bommen, maar heb ik al lang gemerkt, hoor. Mijn naam is Aris Lady van Castel de la Rosa. Ik ben oorspronkelijk afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. Iedereen denkt van ja, Aris gaat dat niet volhouden. Ja, die zeggen dat allemaal. Ik kan niet stilzitten in de klas en ik kan me heel moeilijk focussen op één ding. Zij is wel een beetje zo speels, nog jong. Mijn moeder verwacht dat ik zo een beetje braver zal worden, maar het zal er niet van komen, denk ik. Die luistert wel niet zo snel. Je moet dat wel lief zeggen en dat gaat ze natuurlijk luisteren, anders niet. Graden hier blijven als ik u loslaat. Nee, ik ga naar huis. Nee, dus ik hou weer vast, hè. Simpel. Ja, maar die moet je toch zo niet vastpakken? Hij pakt haar gewoon vast voor we achter die lijn te zetten, want ze stond hier. En ze bleef hier staan, nee, ze niet achter de lijn. En tadida! En dan pakt hij haar gewoon bij de nek, zachtjes, zou ik u vastpakken. Laat me gewoon los. Jij moet gewoon ja zeggen, gewoon ja. Nee, kan je niet bommen? Laat me los! Ver, laat me los! Ik heb een ja gezegd. Laat me los! Gewoon, laat me los! Gewoon dan direct, hè. Fucking los, gewoon ja. Laat me los! Laat me los, jongen! Ver, laat me los! Voilà, hier. Hier blijft je staan. Oh my god. Traumatische ervaring. Voor de tweede maal op evenveel dagen wordt Aris bij de directeur ontboden. Vooral de opgestoken middenvinger zit hem hoog. Zulke dingen kunnen op Sint-Victor niet. Juffrouw van Kalster, dat moet u toch begrijpen. Goed, mevrouw van Kalster, ik stel dus voor dat u lijnen gaat schrijven voor uw gedrag. En daarom ga ik je een potlood geven, alstublieft, en een blad papier. Ik kan niet schrijven, meneer de directeur. Nu kunt u kiezen of delen, ofwel gaat u die regels schrijven die ik u ga dicteren, ofwel doe je dat niet. Dan ga je de consequenties dragen, maar hier wordt niets geweigerd dat ik beveel. Oké dan. Alsjeblieft. Uiteindelijk zwicht Aris onder de druk. De tirannie van de jaren 50 doet haar heimwee krijgen naar haar eigen school. Ik zit op een kunstschool, hè. Dat is daar super blij. Alles is super happy zo. De leerkrachten zijn super happy. Allee, hier en daar heb je wel een leerkracht dat zo even zaagt of zo. Maar in het algemeen, maar ik ga echt van mijn school houden als ik terug ben. Echt waar. Ik ga echt zo, denk ik, zelfs de grond kussen van die school. Echt zo, oh. Ja, hier is echt vreselijk gewoon. Echt waar. De leerlingen zitten nu 10 dagen op de kostschool. De directeur komt langs om de tussentijdse examens aan te kondigen. Vroeger gaven de leerkrachten les zonder de leerlingen daar actief bij te betrekken. Er was dan ook veel meer leerstof. Nu is het moment gekomen om te controleren of jullie die leerstof wel kennen. Er rest jullie dus maar 1 keuze. En dat is keihard blokken. En daar krijgen de jongens en de meisjes alle kans toe tijdens de verplichte avondstudie. Tijdens de jaren 50 kregen de leerlingen minstens 3 uur studie per dag. 3 lange uren met niets anders dan boeken en een pen in een grote studiezaal. En dit onder constante bewaking. En dat is toch even aanpassen. Normaal kun je samenvatting of zo gewoon al op computer maken. Maar hier moet je nog met potlood of met deze schrijven. Dus dat gaat iets moeilijker om te kunnen samenvatten. Ook de leerstof is van een ander niveau. Het is redelijk veel toch voor hetgeen dat we in een week hebben gezien. Normaal gezien op school is het toch wel wat minder. En het is natuurlijk moeilijk. Hè? Want ja, ik weet niet. Het is gelijk dat ze in de jaren 50 veel moeilijker les kregen dan bij ons. En dat is nogal raar, vind ik. Het zijn gewoon, ja, die woorden die dringen niet op mij door. Terwijl dat ik
mijn maat die wiskunde toch wel redelijk goed kan. Daar snap ik echt niks van. En daar hebben Geoffrey en Dominique iets op gevonden. Je pakt dus zo'n blad. Je schrijft daar zo van alles op. Dan steek je zo onder je bank. En als je weet dat er zo uit als je iets niet weet, dan kun je dat zo lezen. Als leraar of computer dat zo gewoon terug. Mijn idee. En dan zie je niks. Of anders gewoon alles boven je knie schrijven. Onder je broek zo. Mogen ze toch niet kijken. Tom kiest eerder voor de klassieke aanpak van ingetogen studie. Dat getuigt van mijn zelfrespect om ook hier goede punten te hebben. Ik kan moeilijk hier nul halen en dat zou mijn familie, mijn school, mijn leerkracht te schande brengen. En dat zou, ik zou dat niet leuk vinden. Ik wil altijd gewoon mijn beste en ik wil het beste hebben en zijn. De zware levensomstandigheden van de jaren 50 eisen een eerste slachtoffer. De verzwakte Sharon heeft al een tijdje liespijn en die wordt steeds erger. Ik ben aan het draaien. Maar blijf je niet. Ja, nee. Meisje, je zou beter in je bed blijven. Echt waar. Nee, ik wil niet in mijn bed. Maar slaapt een beetje warms. De jongens zijn in de ban van de tussentijdse examens. Vooral Geoffrey is er niet gerust in. Kan jij goed de tafels opzij, allemaal achter elkaar? Ja. Allemaal. En die allemaal op toch wel direct. Dat is toch niet. Ik kan gewoon niet tafels, kan ik niet echt allemaal heel snel opzeggen. Want ik dacht, ja, ik ben allemaal vergeten. Maar je kunt dan toch je best doen om dat te leren dan? Maar jongen, ik heb er aan bezig gezeten. Hè. Wat zit hij aan te zeveren? Als je zegt, laat me hier maar buis, laat me hier maar belachelijk doen, dat is gewoon onnozel. Voor mij is dat gewoon het ontbreken van zelfrespect bij die mensen en het ontbreken van eer. Hey, hallo, ik ben Tom. Ik woon hier in Elewijd, dat is Vlaams Brabant. School is belangrijk voor mij, omdat ik graag iets wil worden in het leven. Een geweldige student. Ik vind mezelf een slim persoon. Hij voelt zich een beetje wel superieur. Hij maakt zich enorm nerveus wanneer iemand een dt-fout schrijft. Mijn ouders hopen dat ik waarschijnlijk iets minder bedweterig terugkom en dat ik niet steeds probeer het laatste woord te hebben. Maar ik denk dat niemand mij kan klein krijgen. Romy is klasverantwoordelijke en de zuster heeft haar opgedragen om vandaag de ochtendinspectie te doen. Ik ga direct de binnen controleren of ze hier in orde zijn. Oké, moet iedereen bij zijn bed gaan staan? Ik zal het opnieuw doen. Ja, dat is zo niet. Ja, zie dat kleed niet te zien is, er nog een beetje te zien. Ik vind dat Romy het toch beter doet dan ik had verwacht. Ze heeft geen dikke nek of zo gekregen voor ja, dat ze klasverantwoordelijk is geworden. En ze schreeuwt nu tegen ons en ze blijft aardig doen. En dat gevoel wordt door vele meisjes gedeeld. Daarom is dat toch beter is dan de zuster. Dat is veel leuker. Allee, ja, het is niet zoals in het begin. Nu valt hij wel mee. Ja. Het is leefbaar. Ja. Sharon is dan toch maar in bed gekropen. Haar liespijn wordt met de minuut ondraaglijker. Ik heb echt nooit aan mijn mama. De andere meisjes proberen haar een hart onder de riem te steken. Ik heb het niet goed. Ik wil ziek, ik wil naar huis. Ik hou van u. En dan wordt het voor iedereen hoog tijd om zich te concentreren op de examens. Stel in een schema de verdere differentiatie van het Germaans voor. Tijdens de jaren 50 waren examens veel meer dan nu een erezaak. Slechte cijfers waren een regelrechte schande en konden zelfs leiden tot een wegsturing. De druk om goed te presteren is dan ook groot. Die om vals te spelen al evenzeer. Is dat hier? Steek eruit. Wijs. Ik heb er al één. We mogen het nog proberen. Werk verder, kom aan. Zou ik naar de directeur moeten?
Dan gaat u mij waarschijnlijk een straf geven. Ja, boeken, dat doe ik niet meer. Dus... ja, ik heb geen zin in die boeken, want dan maakt hij mij alleen maar kwaad. Zometeen, Sharon verlaat het college. Ik zie jullie graag! Romy ziet op tegen haar functie als klasverantwoordelijke. Dan gaat hij echt ondraagbaar worden. En een nieuwe leerling maakt haar opwachting. Oh. Ja, ja! Geoffrey is net betrapt op spieken en moet naar de directeur. Meneer Feitsma, hier zijn de boeken. We hebben nu 6 minuten, meneer Feitsma. 6 minuten de tijd. Als u erin slaagt van de boeken boven te houden, dan bent u vrij. Als het mislukt, dan ben je al je vrije tijd kwijt. Zit dat in uw hoofd, meneer Feitsma? Oh, nee, directeur. Prima, dan starten wij... uitgerekend nu. Nu Geoffrey gesnapt is, krijgen de andere leerlingen een extra waarschuwing. Wie spiekt, krijgt uiteraard 0. Dat spreekt vanzelf. Dit gaat ook gepaard met een bezoek aan de directeur. Maar echt veel indruk maakt die waarschuwing niet. Floris, kijk op je eigen kopie. Kijk je op je eigen kopie? Ja, of wil ik anders? Floris, mag het klaslokaal verlaten? Geen probleem. Hallo, Salar! En lacht u vooral niet, meneer Feitsma. Zorgt u vooral dat die boekjes in de hoogte gaan. Kom, jongeman, kom. Laat eens zien wat je kunt. Waarschuwt hem als hem zo tegen mij vliegt door de raten. 5, 4, 3, 2, 1. En legt u ze maar neer. Dag meneer Feitsma. Ik hoop dat u zich kostelijk geamuseerd hebt. Halt! Men zegt hier nog altijd... dag meneer de directeur. Zou je dat nog even kunnen doen, meneer? Dag meneer directeur. Dag meneer Feitsma. En regelrecht naar beneden. Ik ga stiekem bakken. Als hij slaapt. Maar voorlopig is de directeur nog klaarwakker. En dat zal Dominique geweten hebben. Cloris, kom maar binnen. Meneer Cloris, sec. Het zit dus zo, hik en noenk. Je gaat eruit bij de eerstvolgende verkeerde stap. En die verkeerde stap kan een verkeerd antwoord zijn, een grijns die mij niet aanstaat. En dan neem je je biezen en u gaat in mineur deze instelling verlaten. U mag opkrassen, meneer Cloris, ik ben het echt beu. Als ze zo tegen mij binnen zeggen, dan voortaan vraag je erom dat ik iets ga doen. Dan doe ik dat ook gewoon stil van als ze zeggen tegen mij... ja, je durft dat niet, dan doe ik dat ook. Gaat u maar, meneer Loris. Ja, meneer directeur. Ik neem aan dat u rechtstreeks naar uw doel trekt... zonder enige bijbedoelingen. Ja, meneer directeur. Dag, meneer Loris. Na het bezoek aan de directeur... vinden Dominique en Geoffrey troost bij elkaar. Ze voelen zich onheus behandeld... Heb je nog één keer zoiets tegen? Ik sta je dood. Ik niet, ik half dood. Nee, serieus, ik ga niet dat slaan. Ik slaap gewoon betalen. Nee, maar die slaapt mij gewoon met de stok, zit hij mij te slaan. Maar ik had niks gedaan toen ik buiten moest, een stomme eikel. En als hij nog zo één keer slaat, dan sla ik dat boek tegen de kop aan. Nee, serieus, hij slaat mij met die stok. Ik weet dat boek zo, hè. Klaat, zou ik tegen de kop aan slaan. De heren vinden dat ze geen eerlijke kans gekregen hebben. Dominique wil zijn plan om in de pas te lopen weer opbergen. U heeft het zeker voor het brood. Wij zitten ook in een lastig parket. Wij proberen braaf te zijn. Wij krijgen constant straf. Het is een straatje zonder einde. Ook al proberen wij goed te doen, het is nooit goed voor hun. We gaan nu nog braaf in de les zitten, niet zeggen. Niet mooi.
Na de examens mogen de leerlingen zich even ontspannen in de koorklas. Maakt onmiddellijk werk van zijn voornemen om niet langer in de pas te lopen. Eén beweging, hij vertrekt. Je begrijpt de draagwijdte van het werkwoord vertrekken, meneer Gloris? Ja, meneer. Ook voor Sharon is het vertrek nabij. Maar dan om een heel andere reden. Ik zal eigenlijk tot mijn groot spijt moeten zeggen dat je het Sint-Victor College op een heel spijtige manier zult moeten verlaten. Het ligt niet aan jou. Gaat hier wel missen. Wij gaan jou zeker missen. Ik zal jou ook zeker missen. Sharon heeft al vanaf dag 1 een bijzondere relatie met zuster Mia. Ze mocht bij hoge uitzondering een knuffel bijhouden die ze van haar overleden vader kreeg. We hebben papa Beer hersteld. Gemaakt. Ik heb hem mogen bijhouden. Voilà. En papa Beer gaat niet meer een stuk van zijn hersenen verliezen, zoals in het begin. Hij zal zijn volle verstand nog hebben. Dus het is spijtig, maar ik denk wel dat je tevreden gaat zijn. Dat je naar huis mag. Ja, dat wel. Ik hoop wel dat ik afscheid kon nemen. Een paard. In de kapel weet niemand van Sharon haar nakende vertrek, want zij schaven hun kennis van de Vlaamse volksliederen bij. Lieve paard, niet voor, maar achteruit, dan was het juist anders dan. Voor Sharon breken de laatste minuten op het college aan. Ik wil je een dikke knuffel geven. Kom hier. Een sterkte, meid. Goed. Nu gaan we naar beneden. Ja. Goed. Ben jij tevreden? Allee. En dan is het definitieve afscheid aangebroken. Ik denk dat zij een voorbeeld is voor de anderen. Misschien dat je erover nadenkt van, weet je, zie hoe sterk Sharon was. Misschien moeten wij ook zo sterk zijn. Veel tijd om het afscheid van Sharon te verwerken krijgen de leerlingen niet. We gaan nu gezamenlijk naar de toiletten. Kom. Meisje. En de jongens volgen maar. En in een rechte rij. Op een college worden orde en netheid hoog in het vaandel gedragen. Ook die van de toiletten. Ik vind dat het er alles behalve proper bij ligt. Dat kan niet zo. Dat moet in orde. Dus, de klasverantwoordelijke, wil jij eventjes tot bij mij komen? U gaat nu 3 leerlingen aanduiden die deze toilet nu onmiddellijk gaan onderhouden. Aan u de keus. Je gaat er 3 aanduiden.
Oké. Okay. Die dacht zo, oh nee, alsjeblieft, doe mij dat niet aan. Dat is echt zo precies ruzie stoken zo. Maar van ruzie is er op dit moment helemaal geen sprake. Kelly haalt hooguit haar neus op voor het karwei. Maar ik ben stink. Jong, spoel eerst door en dan gaan we zo snel over. Ik zweer het, als dat morgen terug is, hè. Ik sta dat gewoon terug in deze nog. Romy kan de avondelijke poetspartij echter niet relativeren. Ze blijft haar functie als klasverantwoordelijke wantrouwen. Ik ben er heel bang voor dat zo een ruzie aan het staan of zo, omdat ik constant zo mis moet commenteren. Ik doe dat echt niet graag. Ik wil echt niet dat de sfeer zo helemaal naar beneden wordt gehaald, want dan gaat die echt ondraagbaar worden. Nacht kan Romy maar moeilijk de slaap vatten. De eerste 5 minuten van de ochtend is precies toch moeilijk voor jullie. En dat geldt niet in het minst voor Romy. Vooruit, hè, hoofd omhoog. Niet met het hoofd in het zand lopen. Ja, ga verder. De hele ochtend zondert Romy zich af. Ze voelt zich dan ook steeds minder goed in haar rol als klasverantwoordelijke. Ik weet dat ik eigenlijk zou moeten lachen als klasverantwoordelijke, en dat gaat echt niet. Ik vind het echt zo erg, want normaal gezien, ik weet niet zo bijna nooit. Ik weet zo 1 keer per jaar of zo. Ik wil echt zo weg en ik ben gisteravond... Ik ben dan niet kunnen slapen, dus ik heb keilang wakker gelegen. En deze morgen ben ik vroeg wakker geworden. En ik heb echt zo bijna niks geslapen of zo. Ik heb zo recht op mijn bed gezeten en zo gewacht totdat de zuster zo binnenkwam. Maar Romy wordt niets verweten. Integendeel. Ze kan zelfs meer en meer rekenen op het medeleven van de andere leerlingen. Vanaf de eerste dag dat die klas verantwoordelijk is, heb je daar zo meer respect voor, omdat je dan zo... Ik begin daar medelijden met te krijgen. Maar gisteren was dat ook al, hè, toen wij die wc's moesten kruisen, dan voelde je keihard schuldig en zo, dan werd het ook goed troost. Ja, ja. Van de morgen ook, hè. Het was echt wel aan het zweren. Ik vond echt keizielig. Ja. Ik kan er niet tegen als mensen wenen, zo. De tussentijdse examens zijn verbeterd. En tijdens de jaren 50 werden de slimste van de klas stevast plechtig gehuldigd. Die eer valt vandaag ook 2 leerlingen van Sint-Victor te beurt. Met 100% voor wiskunde. Jawel, u hoort goed. 100%. 97% voor Frans. En met 80% voor Nederlands is meneer Aardgeerts de primus. De slimste jongen van de klas. Met trots, jongeman, mag u ons ereteken dragen. Alsjeblieft. Dank u wel, meneer. Dat is zoiets van een voldoening dat je krijgt van... Voilà, ik heb ervoor gestudeerd, ik kan het en ik heb dat laten zien ook. En dat maakt mij blij. Allee, dan ben ik wel gelukkig. Ook de vrouwelijke evenknie van Tom wordt gehuldigd. En ook jij mag natuurlijk met trots dit ereteken dragen. Alsjeblieft, en gaat u maar terug zitten.
Met een gemiddelde van 75% is Sarah het slimste meisje van de klas. Tom en Sarah steken er met kop en schouders bovenuit. Voor de anderen zijn de punten vaak erg confronterend. De laatste kolom is uw eindresultaat. Dat is schandalig. 34 op 100. Ja, ik ben 4. Ik leek al 8. Mijn andere punten, gewoon hallo. Ik had op mijn eindresultaat 70% van het jaar. Nu 20, wauw. Groot verschil. 49. En nu? 26. In de jaren 50 waren slechte punten een schande. Maar daar stoort niet iedereen zich aan. Als mijn hond dood, we gaan veel liever vinden aan een 15 op 100 halen of zo. Aris, Kelly en Lies voelen steeds meer mee met Romy. En dat willen ze laten blijken met een brief. Omdat je vandaag in een diepje zat, dachten we je even onze steun te laten. Ja, je weet wel. Gelijk. Ja. Romy, kunt je zelf komen? Er zit een briefje voor jou. Je moet het zo lezen. Voorlezen? Ja. Beste Romy. Moet ik het echt voorlezen? Ja. Oké. We weten dat je het moeilijk met je taak als klasverantwoordelijke hebt. Ja. En we vonden het erg lief dat je ons toch wilde helpen bij het WC-kassen. En weet wat we jou zullen steunen bij jouw taak. Ik vind het echt zo heel lief van hun dat ze dat gedaan hebben en zo. En dat helpt echt wel om zo, me zo beter te voelen. En weten dat ze mij ook steunen en zo. En dat ze het mij niet kwalijk nemen dat ik verantwoordelijke ben. Well done. Greet Safi, Kelly, Lies en Aris. Oh, dat is Kelly. Dank je. Dank je wel. Graag gedaan. Mag Lies ook een knuffeltje? Ja, nee. Ja, dat is gewoon een lachen. Merci. Oh, dat is keilief, echt waar. Maar ondanks de lieve woordjes twijfelen de meisjes aan de oprechtheid van Romy. Ik dacht wel dat ik veel blijer ging zijn. Ja, domme. Ik was zo... Oh my god! Ja, ik was zo... Dank u wel. Sappie, dank u. Ja, ik vind het wel lief. Vanavond is een keigrote fusie, omdat ze niet gemeend reageren. Ja. Begint je zo te flippen zoals bij die LO-leerkracht? Laat mij los! Een keikoppig gezicht. Dus als je die waarde invult en je komt 0 uit, dan moet het hier ook 0 uitkomen als je hier... Bij de tussentijdse examens was het klasgemiddelde voor wiskunde slechts 25%. Bijles is daarom geen overbodige luxe. Er is zelfs interesse uit onverwachte hoek. Ah, ik hoor het even. Ik hoor het wel kunnen. Anders heb ik altijd een 0. Dan gaat het altijd beter. Ik snap het al een beetje. Ja, het is wel moeilijk. Ik vind het wel moeilijk. Ik heb het nooit gehad. Maar ik probeer te volgen. Als we nu dus voor X... En Geoffrey is om meer dan één reden gemotiveerd. Mijn bijles die heb ik gedaan eigenlijk ook van mijn mama. Te laten zien dat ik ook wel een beetje mijn best doe. Als we voor X 1 invullen, wat krijgen we dan? De 2. Oh, ik snap dat nu ook allemaal hoor. Ik wil jullie bij deze feliciteren. Dus ook meneer Vijsma, ik hoop dat u er iets van gehad heeft. Prima, u heeft zich zeer goed gedragen. Ik heb nog een mededeling te doen. En die mededeling is dat wij deze avond nog een nieuw meisje gaan ontvangen. Oh, Charme, die weet niet wat ze doen. Mag ze zo staan? Die gaan misschien alles... Oh, nog alles mee aan mijn deo. Snoep, dat hebben we. Ja. Mag ik jullie voorstellen? Juffrouw Grand Jean. Hallo. Kom binnen. Hallo. Volg maar. U stapt nu in een ander tijdperk. En dat zal Alexandra geweten hebben. Wat dat je daar juist had, wil ik nu al hebben. In uw zak.
En ook met de cursus bed opmaken is Alexandra allerminst opgezet. Oké, wat ga je eens proberen aan deze kant? Maar dat is buiten de zuster gerekend. Hebben ze het u voorgedaan? Hebben ze het u voorgedaan, hoe dat dan moet? Ja. En u kent het nog niet? Nee. Ja, maar, ja, nee. Ja, zuster, nee, zuster. Nee, zuster. Wat moet je nu doen? Plooien. Oh, wat doet het dan? Dat stuk moet onder je matras. Vooruit. Ik ga niet weg. Help. I have done it again. Volgende week, Alexandra, haar eerste schooldag, valt zwaar tegen. De non, ik weet niet waarom, maar ik ben echt een bitch. Oké. De leerlingen krijgen een bizarre vorm van seksuele voorlichting. Bij de jongens is het de balzak. De meisjes moeten het ondergoed van de jongens wassen. Is er nog stront aan zo'n kak aan achter zo af moest krabben zo? En het schoolfeest van Sint-Victor loopt zwaar uit de hand. Dat u nu moet braken, dat is uw probleem.